Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze nieuwe serie. Deze serie run ik eigenlijk oorspronkelijk met Schimon, maar ik ben deze eerste aflevering met Tristan, aangezien Schimon zwak is om te gaan opnemen. En er komt een auto langs geraast, maar zoals je kunt zien hebben we een andere basis. Dit is helemaal gemaakt door de admins van de server. Nogmaals bedankt daarvoor. We hebben nog steeds, ik heb eigenlijk nog steeds niet heel erg veel, dus daar gingen we eigenlijk naar op zoek in deze aflevering. We gingen een beetje praten met elkaar en een beetje shit gaan zoeken. En sowieso een betere rugzak maken, want we hebben eigenlijk nog bijna helemaal niks, maar alleen een leuke basis waar we onze shit veilig kunnen opslaan. Want zoals je kunt zien, onderaan is het een NRZ, dus... Reden is niet mogelijk en op de signs daarvoor op staat het als goed is ook. Dus het is duidelijk aangegeven dat je hier niet mag reden en blijf je wel kloten dan... Dan? Het mag gewoon niks in C4 geluid. Of lag het aan mij? Maar volgens mij lag het aan mij. Dan word je gewoon gestraft door de admins en . Maar goed, dus natuurlijk mag ik hier op bezoek komen, maar wees gewoon friendly en... Ik zal niet vaak online zijn, dus ja, dat moet je zelf weten. Allereerst gaan wij denk ik maar eventjes naar de loot, tenminste gewoon shit verzamelen. Ik heb nog geen boog voor je, geen mining boog, die heeft Simon op dit moment. Nou, dat draait ik. Dus je moet het wel even met je pickaxe en bel doen. Nee, maar ik heb al een kit weefsel. Volgens jou was nog een andere kit. Nee, dat is rollback, die is nou weggehaald, omdat... Dat weet je toch niet? Letter? Even kijken... Uitrusting, rugzak... Moet ik meer... Als je het voelt, oké. Ja... Ik hoor ik continu auto's rijden, man. Ja, we zitten ook naast de weg natuurlijk, dus dat is de... Ja, vandaag... Dat scheelt wat natuurlijk. Ja. Uitrusting inderdaad. Hoppa, rugzak. Dat is beter. Ik kom de hele tijd ook kapot erg aan die rugzak, want ik heb echt totaal geen space in mijn inventory. Heb je nog rugzak voor mij of... Nee, we moeten even ladder gaan verzamelen. Ja, is goed zo. Ik heb echt helemaal niks, zoals ik al zei. En dit is het enige beetje wat we hebben. En hier een beetje oors en dat soort meuk. Maar verder is het ook echt, dat is echt alles. Ik heb niet eens een money en pickaxe. Een pickaxe, omdat we niet eens amber hebben. Echt? Ja, dus we moeten sowieso... Heel erg stuk gaan verzamelen. Maar niet via die deur, want dat is een beetje gevaarlijk volgens mij. Nee. Die dan. Ja, bedankt. Ja, wacht even. Oh. Even de beest killen. Ja, nou. Ik heb gelijk een toka-masker, die kan jij opdoen. Heb ik een beetje armor. Hop. Hier, doe dit ding op. Ik kan hem opdoen, maar dan kun je gewoon op doen. The fuck? Ja, dat was een beest. Control. Ja, zo staat dat op. Oh, zo, op je hoofd doen. Oh. Ja, dat ding moet je op je hoofd doen, ja. dacht even als het, dacht ik. Nou, ik heb nog één over, dus. Dus zoals ik al zei, kom ik hier in een video tegen en je begint gekke dingen te doen. Zoals, killen mag natuurlijk, daar is het spel, maar doe je het, dan blijf je elke keer killen en je komt bij de base hier, dan zwaait er wat natuurlijk. Oh, dit is een C-muur waar geen deur in zit. Ik heb een bouwhamer, dus ik kan wel eventjes door. Ik weet niet waar je bent trouwens. Ja, hier. Hier. Sprint. Oh, ik zie je al lopen. Nee, geen bouwtoestemming. Er zit als het goed is een totem in dan, denk ik. Hallo. Hallo. Ik ben Fred Lier. Ja, prima. Ben jij van dit huis hier? Welk huis hier? Ja, hier. De grote stenen gebouw. Nee man, die van mij. Oh, ik ben van dat Nederlands vlaggebouw. Ook dat het een taxi was, joh. Nee. Dat is mijn...
dat je naar list. Jezus, godverdamme. Ah, je hebt ook nog geen gun, zie ik wel. Weet je dat wel zeker? Kijk eens goed in mijn zakken. Ja, hoe? Hoe moet ik dat doen? Oh, pistooltje. Ja, ik ben goed met pistooltjes, dus dat is prima. Nou, mooi. Ik ga even je ding aanschouwen. Hoe kom je aan zoveel diamond dust? Ja, dat moet ik het uitleggen eigenlijk. Kijk maar gewoon op de bordjes. Mijn god. Ja, je mag op de bordjes kijken, ik zweer het je. Ja. Dat mag hij doen hoor. Ik loop gewoon verder. Doei. Maar vies aan het naaien nog een keer. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat doe ik wel. Nou, als je me nou gaat killen, dan is hij strafbaar eigenlijk. Echt? Ja. Dan weet je dat ik het ben. Hallo? Hallo? Oh, je bent daar, ja. Waarom ga je geen no-raid zone op als je dat toch verboden maakt om te raiden? Wat zeg je? Het is verboden te raiden, dus waarom maak ik geen no-raid zone op? Er zit er gewoon no-raid zone op. Waarom staan er nog bordjes bij dan? Zodat je kunt lezen. En sommige mensen die proberen het toch. Dat is juist grappig, ze proberen. Zeg je? Dat is toch juist leuk als ze proberen of niet? Ja. Je mag proberen waar je wilt, maar je komt nog niet erin. En deze kerel, hij heeft hellcase.com in zijn naam, dan moet hij geen ban krijgen? Ja, dat is eigenlijk strafbaar, ja, ik weet het. Ja, ik vind het ook ons dat het strafbaar is, maar ik ga nu zitten ook toch te meer neuken. We zijn maar alles is strafbaar tegenwoordig hier. Ja, is iets verkeerd. Ja. Ik had ook ooit een permban gekregen omdat ik zei ik verkoop een avondje met Reyna en dat vonden ze niet leuk. Ja, Reyna is de god hier hè, in de server. Ja, ik wil opmerking maken over die periode van maand, maar dat doe ik maar niet een keer. Dus Simon, ik bedoel, Tristan, je hebt het gehoord, Hellcase mag niet in je naam in het hulp. Oké, dan doe je de zelf even verwijderen. Dus daarom doe ik dus niet Hellcase voor mijn naam, want op deze server strafbaar namelijk. Onmogelijk. Kijk dat ik glitchje dan! Ah, dat is niet normaal. Nee. Oh. Oh ja. Ik moet zo'n vogel maar met zijn schif toegedekt. Zo. Je loopt daar gewoon. Maar ik weet niet of je team wilt zijn of iets. Of... Ja, ik heb een eigen base, ik team met een andere kerel. Ah. Maar ik word toch niet gereed, ga ik vanuit zolang ik vrienden blijf met andere mensen. Ja, inderdaad. Ik heb eigenlijk geen idee hoe erg het reed hier is, want ik ben een paar maanden gestopt en nu ga ik weer door. Ja, voor de wipe is het helemaal chaos hier. Want is echt elke, ja. Dan wordt echt elke base gereed. Maar ook als sta je op de hoogste berg van de hele Earthworld, je wordt alsnog gereed. Hoe dan ook. Ja, ik zit nu op een hoge berg bij de forest, een beetje achterin. Nou, dan weet ik al waar je zit. Ja, dat ijzer basic die je gezien hebt. Oh, ik heb een gast gekillt met de shotgun. Ja, ik kan wel pakken. Je hebt gekillt die gast. Hoe kan je hem gekillt hebben dan? Weet ik veel, met een hardbel gewoon opslaan. Serieus, waar ben je? Ja. Ik ben hier, maar ik heb alles eruit gelukt, maar zo'n vriend zo'n van mij heeft serieus iemand met de shotgun gekillt. Ik heb net alleen een pijl. Ik ben dood. Dat is wel heel slecht. Waar ben je ergens? Een lootplek. In een lootplek. Ja, aan de plek, ja. Maar haal geen shotgun bij. Ik ga me verzoeken. Haal geen shotgun. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd. Ik tip jij af, ja. Ik weet niet. Hoe krijg je het voor elkaar, maar ja. Waar ben je, wat zag je toen je hem killde? Toen je dood? Huizen. Huizen. Ik heb een TPR gedaan. Haal kogels voor de pijlen ook bij. Dat noem je pijlen in deze pijlen? Moment. Ja, dat weet ik. Maar dat is een beetje dom. Als mijn tip. Nee, was niet hier. Even kijken. Nee, hier zo. Hier is een scooter, zoiets. Ja, hoe laat liggen. Maar waar ben je dood gegaan dan?
En bij heel lang buizen. Even kijken, even zoeken. Misschien hier. Nee, niet daar. Ah! Ja. Dus... En verder. Hier ben je dus hier dood gegaan, of? Denk eens wel. Hier zie ik een motor staan, ik weet het niet anders. Nee, niet hier. Volgens mij ben je een beetje. Ben jij een beetje door de. Oh, volgens mij weet ik al waar je bent dood gegaan. De andere plek. Oh, hier. Waar ben je? Hier. Oh. Ja, meneer, hier zit het spelletje. Kijk nou, je kunt dat dingetje aandoen, dat kun je aandoen. Het is belangrijk dat ze bij. Ik ga allemaal mee. Je ding doe ik. Ja, ik neem het allemaal wel mee, kom maar gewoon terug. Ja, is goed, joh. Hier ligt nog een kistje, leer, mooi. En hoe krijg ik voor elkaar om gast te killen met een shotgun? Maar ja. Had hij een shotgun bij zich dan? Ja. Als een shotgun bij zich. Maar weet niet. Want ik hoorde hem schieten namelijk, dus ik weet niet. Ja, dat was ik, maar ik ontwijk het snel. Wauw, dat vind ik knap van je. Hoe je in godsnaam een shotgun ontwijkt, echt waar. Ja, dat weet ik vind het echt knap. Gewoon springen en slaan gelijk en gewoon een beetje lopen. Ja. Wijs je toppers wel. Nou goed. Nou mensen, dan bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen tot de volgende. Doei. Wat een intro. Wat een outro. Sorry, opnieuw. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe... Sodemieter man! Bedankt voor het kijken naar deze video van... What the fuck? Het regenthema van mij. What the fuck? Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe... Zomaar, wat heb ik in één keer? Weet ik ook niet, Owen, dus even bij jezelf. Nou, als je genoten van deze video, doe dan een blauw duimpje omhoog, check dan de video's op het kanaal en abonneer. En ik zou zeggen, tot de volgende Hurt Hult.